Thank you. How was it playing against your ex-team? Thank you. It's always special. It's always special to play against your ex-team. Yeah. And it's somehow give you motivation to when you know that you're going to play against your ex-team, it boosts you a little bit. And are you happy with your match you played? I'm happy, and I'm happy with the other guys also. I think we played like a team, and for me, I think also the performance was good. Is a draw enough, you think? I think today, if you see the whole game, if you see the way we play, I think we really deserve to get a 3 points, but you know, sometimes the luck is not on our side, because if you see really the game, you see the way Beverly, the way they play today, they wanted to that 1 point. They don't want to attack, they want to defend, you know. We try to push, we get some opportunity to kill the game, but I think today the luck was not on our side. You think that Beverly was happy with 1 point? Absolutely, absolutely, because if you see the way they play, if you see the plan of the game, you see that they want a draw. That's if for them it's enough, and congratulations for them, because they get to put the 1 point. Was the referee correct when he said no goal? That I cannot be sure, because in the game it's going too fast, and I think maybe if I look to the video then I can judge, but you haven't seen it yet. I don't know if it's a foul, because he said that someone pushed, and I don't really know if it was really a foul, but because of, you know, the tension, you need that goal, because you think we know we deserve to score. And I think I have first to watch the video so that I can judge. Okay, thank you. Yeah. Other questions? Was it for you a surprise that Oslo Beaver played with so much respect for Danza? They played so defensive? For me, it was because I played there 3 years, mm-hmm. And it's quite the same, with all respect I have for them, but it's a really defensive team, and they play really like defensive, but and they know that we keep possession, they know that we have good players who have the quality to keep the ball, so it's quite normal, it's not surprising that they came and they just defend, you know, because we have good players to keep the ball. Why did you choose for Danza this season? Why did you come to Danza this season? For me, it was. I can say that when I get the offer, it was not that easy, because I didn't know the team, to be honest. And I talked to some players I know who have the experience in Belgium. I talked to the president. I talked to the coach. They showed me the project of the team, and it was quite good, because if you see the way the president invests in the team, the way the players he bring, and the stadium they want to build also, it was easy for me to decide to come to Danza. According to those old things they showed, it was easy for me to take that decision. But it's your dream to go up to the first division, with or without Danza? I think for now, the objective for the team, we want to go to first division. That's the objective. That's what we want. It would be happy for me if I go up with Danza. To be honest, it would be very, very good for me, because that's something special. If you take the team from second division to first division, it's something special. But as a player, you always want to play in the highest competition of the country. You still play with the national team of Rwanda? Yes, yes. Did you know you couldn't play because of infection? Yeah, I didn't go. And how do they do it? How do they do it in Africa? Oh, we at played. This moment? No, it's quite okay, but the last two games we lose, so maybe they missed me a little bit. You always play? That's for sure. Yes. They lose of Morocco, I think, no?
No, no, it was against Uganda. Uganda, sorry, okay. Okay, that's it. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah, thank you for having me. Thank you. Thank you. Jouwin, uw visie over de wedstrijd? Mijn visie. Om te beginnen wil ik zeggen, chapeau aan de jongens. Na 7 wedstrijden, als je ziet, een club als Waasland Beveren, het respect wat we afdwingen, dat zie je alleen al de manieren dat ze hier komen voetballen. Met 5 zuivere verdedigers, met 3 verdedigende middenvelders daarvoor. Dus dat zegt heel veel. De andere ploegen al naar Deinzen bekijken na 7-8 wedstrijden. Dus op dat gebied chapeau. Voor het, als neutrale supporter is het jammer dat het voetbal niet zegeviert, denk ik. Omdat we vandaag niet de 3 punten kunnen pakken. Ik denk eerste helft trekken we het laken meteen naar ons toe. In alle facetten van het voetbal zijn we beter dan Waasland Beveren. Enkel in het laatste kwart, de laatste 15, 20 meter, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Daar ontbrak het aan dat beetje genialiteit, denk ik. Daar moeten we misschien iets sneller kunnen spelen. Iets sneller de juiste keuzes kunnen vinden en kunnen maken. Zodat je daar dat overweg toch ergens al kunt omzetten in een doelpunt. Dan ga je rusten met die 0-0, tweede helft moet ik zeggen. Zijn we nog dreigender, zijn we nog aanvallender, komen die kansen wel. We hebben hier en daar tijdens de rust een paar kleine dingen bijgestuurd. En dan vallen die kansen wel. En als we dan iets moeten zeggen waar nog ruimte voor verbetering vatbaar is, dan is het puur in een box, denk ik, in het afwerken. En, we kunnen over Beveren ook veel zeggen. Over ons ook, dat we moeten beteren, moet ik zeggen, is gewoon in die box. We moeten onze kansen afmaken. En een beetje meevallen dat we de laatste weken niet hebben, heb ik ook net tegen de jongens gezegd. Op een gegeven moment draait dat wel. Maar het is jammer dat dat week na week, hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat mentale stuk wordt natuurlijk. Maar ik kan de jongens absoluut niets verwijten. Als je ziet hoe dat we Bever de tweede helft volledig vastpakken, hoe dat we die kansen afdwingen. Dus naar de jongens toe kan ik niets verwijten. Enkel jammer genoeg belonen ze zich eigen niet en maken ze die kansen niet af. We hebben nu 2 keer tegen Waasland gespeeld en ik denk dat we 2 keer laten zien hebben dat we ze 2 keer van de mat hebben geveegd. Ja. De nul gehouden, dat deed misschien ook wel deugd nu? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik zou liever een doelpuntje pakken en winnen dan de nul houden. Nee, natuurlijk, maar dat is altijd goed voor de verdediging natuurlijk. We hebben enkel de tweede helft daar een kans weggegeven. Ja. Afstandsschot van 16 meter. Maar voor de rest van de kans heel solide verdedigen, heel matuur, heel secuur. Ik vond ons verdedigend een sterke partij spelen. Nogmaals, tweede helft, ik kan er heel weinig op afdingen. Buiten in een box, die kansen die je daar creëert, zal er toch wel minstens een van moeten winnen. De doelpunt dat afgekeurd wordt, ja. Is dat een issue voor u? Dat is een issue. Gedaan een zaken maken je een keer of wat zeg. Dus ja, je kunt er weinig aan veranderen. Ik heb de beelden niet gezien nog. Ik heb de beelden zeker en vast gezien. Ik heb al met de referee gesproken. In het algemeen over de wedstrijd op een niet-emotionele manier. Al is dat niet makkelijk natuurlijk naar zo'n wedstrijd. Dus hij zal ook wel weten, denk ik, wat wel of niet eventueel beter of slechter kan. Maar dat moeten we misschien niet in de pers of hier uitsmeren. Dus dat zijn fases wat ik er net bedoel. Dus die momenten vallen nu nog niet meteen voor ons, maar dat is wachten tot dat het wel valt voor ons. Daar ben ik van overtuigd. Op het einde van de rit, dan hebben ze mij altijd geleerd in de afgelopen jaren dat je in evenwicht komt te zitten. Maar het wordt hoog tijd voor het spel dat we nu brengen, aan die punten daar wel op volgen. Want de weken gaan wel verder natuurlijk en met die gelijk spelen. Schieten we te weinig op voor ons voetbal dat we brengen, punt. Ja. Oké, zijn er vragen? Allee. Hij wist te zeggen dat er een fout werd gemaakt, niet op keeper, maar op verdediger. Dat is zijn uitleg. Ik heb ook mijn uitleg gegeven. Hij heeft een schaduw geschetst.
zijn je zeker dat die balans hier weer gaat vallen op het hele seizoen? Wel, ik ben heel benieuwd. Ik denk het. Ik ben heel benieuwd, want dan beloof het nog de komende weken. Dus ja, het is jammer. Eén keer denk ik, het moment gaat vallen. Want ik had ongelooflijk het gevoel van dat. Ik was er vrij van overtuigd dat die goal ging vallen. Zelfs nog de laatste 5 minuten, de laatste 10 minuten voelde aan alles van dat hangt in de lucht. Dat moment zit klaar. En die fases, ja net niet. En dan kunnen we zeggen dat het beter inderdaad dat ze wellicht dat het gewoon moeten zijn. Ik denk het ook wel. Maar dan nog, ja, de kopbal van Lenny. De trainer deze week. Misschien 50 cent het schat, ik kopte misschien zo, kopte hem de 49 van binnen, maar op het moment van de waarheid kopte hem die niet binnen. Dus ik kan daarom iets van Lenny zeggen dat hij slecht heeft gespeeld. Nee. Dat hij zijn werk niet heeft gedaan, nee. En die jongens ook niet dingen gaan zoeken die dan er niet zijn. Dus nogmaals. Ja. Over 95% van die wedstrijd kunnen niets op aanmerken. Die voeren het plan perfect uit wat we vragen. Ze merken ook dat loont. Of althans die overwinning daarmee naar zich kunnen toe-eigenen. Alleen ja, dus dat tikkeltje. Dat tikkeltje. Had je verwacht als hij zo 5 verdedigers op verliest? Nee. En nogmaals, ik zeg, iedereen moet zijn ploeg laten spelen natuurlijk. Hoe dat hij denkt om punten binnen te halen. En het lukt inderdaad, ze hebben ook wel een punt, maar ik had dat niet verwacht. En het is ook jammer om te zien natuurlijk met dergelijke spelers. Maar oké, dat is een keuze dat gemaakt. Oké, dank u wel.